really nuts. V1, rotate. Positive rate, gear up. Shuttle departure, Pelican 1-3, spotted in 2012. We'll go with Pelican 1-3. So I have climb first, N1. And set speed 220 knots. Thousand feet to level off. Altitude acquire. Heading left 090 for Vectors ILS 27. Falcon 1-3. Set heading 090. And then heading select. Descend to 2,000 feet, Falcon 1-2. 2,000 feet, level change, MCP speed. Auto throttle engaged. Okay, can a bit zakken. En dan kunnen we ook weer de altimeter zetten. Heb je al gedaan. 200 knopen. We komen nu vanuit het oosten richting Noord-Holland, richting Schiphol. Ja, we vliegen nu richting het oosten inderdaad. Dus we maken straks nog een bocht naar links 2 keer. En dan komt hij waarschijnlijk aan. Dus ik zal nog heel even brieven. En we gaan nu dus rechtdoor, maken we straks een linkerbocht om de final approach course aan te vangen. En dan zullen we op een gegeven moment gaan dalen. 6,2 dmi vanaf de baan. En dan op een gegeven moment, als we de baan zien, zullen we gaan landen. Mochten we de baan nog niet zien, staat er een ander verkeersvliegtuig op de baan. Iets anders waardoor we niet kunnen landen. Zullen we weer doorstarten en de course die we hebben volgen naar 2000. Voorlok is armd. Linkerbocht maken. Ja, ik zie de baan. Ik zie hem ook al. Hopen dat we hem kunnen blijven zien inderdaad. Mooi. En set heading 270. Straks zetten we de gear down en dan gaan we naar flaps 15, zoals jij dat zou kunnen doen, en daarna naar flaps 30. Ja. De glijdslope is live. Gear down, flaps 15. En set speed 160 knots. Down en flaps 15 is set. Check. Flaps 30. Set final approach speed 145 knots. 145. Set. Checked. Landing checklist. Landing checklist. Engine start switches. Die zijn continuous. Speed brake. Is armed. Landing gear. Is down. Flaps 30, green light. Landing checklist done. Completed. Completed. Speed high correcting. One mouth. Check.
500. Cleared. Approaching minimums. Check. Exit. Knots. Parking brakes released. First left, second left, Falcon 1-2-3.